Een hele goede middag en welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen Quick Boys en Jong Sparta Rotterdam. Het werd hier vanmiddag op Sportpark Nieuwsuit 0-1 voor de bezoekers. Naast mij de trainers Geert Arend Roorda van Jong Sparta en trainer Edwin Grunholz van Quick Boys. Welkom. Geert Arend, om bij jou te beginnen. Hoe kijk je terug op dit duel? Laat ik beginnen met dat we heel blij zijn met het resultaat uiteindelijk. Want het was met kunst en vliegwerk op het einde. Ik denk dat we dat ook vooral aan onszelf te wijten hadden. Op basis van de eerste helft vond ik ons wel een stuk sterker. Waarbij we goede kansen hadden gecreëerd. 1-0, Quick Boys tweede helft beter, agressiever, meer richting de goal van ons. En dan hebben we gewoon een goede keeper vandaag die ons de 3 punten hebben bezorgd, denk ik. Quick Boys beter, agressiever. Vind je dat ook? Zeker op basis van de laatste paar wedstrijden waar dat toch wat minder misschien was? Ja, we hebben natuurlijk lastige wedstrijden gespeeld. Katwijk uit de eerste helft, denk goed. Een minuutje of 30, denk Rijnburgse Boys eerste helft goed, daarna wat minder. En als je kijkt wat we vandaag missen ook weer en hoeveel jeugd je brengt in de tweede helft, toevallig ook nog erbij nog Wouter, vroegen wij. Kees al die jonge gasten, hoe ze het hebben opgepakt. En heb ik net ook in de kleedkamer gezegd, bij Quick Boys nogmaals, wil je wedstrijden winnen, het is de vierde wedstrijd op rij die we niet winnen. Maar we weten waar we mee bezig zijn, willen die gasten echt kansen geven. En ook echt onderbouwd, niet dat je een keer 5 minuten mag spelen, maar ze kunnen zich echt laten zien, die wedstrijden nog. We kunnen geen kampioen meer worden. Ja, tuurlijk is het vervelend dat we niet winnen, vinden hun ook niet leuk. Dus, want bij die doelpunt dacht Kees dat hij helemaal verkeerd was in het dekken. Maar ik vond het wel meevallen. Daar maakt hij misschien een verkeerde keuze, maar moet je leren. Kees Knijnenburg. Maar ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden, ondanks ik graag gewin. Ben ik tevreden over de jonge gasten, echt Quick Boys jongens, die zich proberen te ontwikkelen binnen het eerste elftal. Daar krijg je kans voor. En dat was het doel vandaag, buiten dat we ook heel graag willen winnen. En daar ben ik daar wel tevreden over. Ja, wat is de vierde nederlaag op rij? Je benoemt het al. Maar desondanks denk ik een beter gevoel dan na de vorige wedstrijd. Dat sowieso, ja. Moet ik zeggen, Katwijk uit 4-1 verliezen. Maar ik bedoel, we kwamen hier terug. En het publiek, je weet hoe Quick Boys kan zijn. En dat was ook niet heel negatief. Ja, natuurlijk winnen we graag. Maar ze zien wat we ervoor doen met die jongens die we op dit moment ter beschikking hebben. En zo moet je het gewoon zien. Ja. Jullie kwamen uiteraard met een heel jong elftal aanzetten. Dat zullen jullie vaker doen, denk ik. Maar bij Quick Boys stonden een aantal jongens die nog jonger waren dan jullie team. Dat zou je niet heel vaak meemaken, denk ik. Nee, over het algemeen zijn wij de jongste elf. Ik denk als je gemiddeld leeftijd kijkt dat het nog steeds was nog steeds vandaag. Zo, ja. Maar ik ben niet anders gewend dat wij met een hele jonge gast moeten spelen. En die jongens mogen op dit niveau acteren en wennen. En uiteindelijk gaat het ook om resultaten. Ja. En daar zijn we, dat koppelen we aan ontwikkeling. En dat gaat dit seizoen heel behoorlijk, moet ik zeggen. Ja, jullie staan vierde, derde, echt in de top van de competitie. De afgelopen jaren vaak rond de middenmoot geëindigd. Dus echt grote tevredenheid op dit moment. Nou ja, er zijn nog 5 wedstrijden te gaan. Dus er kan nog van alles veranderen. Qua stand. Want alles bij elkaar. Staat super dicht bij elkaar. Wat ook de competitie ontzettend interessant maakt. Dus daar zijn we heel tevreden mee hoe we er nu voor staan. We staan op de ranglijst waar we willen staan. Maar stiekem kijken we gewoon omhoog. Hoe was het de afgelopen weken bij Sparta? Dat was natuurlijk vrij onrustig daar. Krijg je daar dan veel van mee ook als trainer van Jong Sparta? Of kan je dat wel helemaal loslaten? Nou, ik had wel een goede band met Henk Vreese bijvoorbeeld. En goede samenwerking. Want we moeten samenwerken. Betreft jonge spelers die eventueel door kunnen naar het eerste elftal. Of jongens die af en toe even terug kunnen naar Jong Sparta. Dus veranderde wel wat. En nu met Maurice Stijn. Eerste week is ook uitstekend verlopen, moet ik zeggen. Dus verandert veel, maar ik kan niet zeggen of het nou positief of negatief is. Het is beide goede indruk op mij. Ja, maar het is niet zo dat die onrust ook binnen je team dan doorwerkt of dat daar ook effect heeft gehad. Dat valt wel mee. Nee, gelukkig niet. Dus jongens hebben hun eigen competitie, hun eigen wedstrijden, hun eigen plan, hun eigen doel. En dingen hebben dan geen invloed, nee. Ja. Edwin, af en toe komt er wat nieuws over de selectie van het komende jaar. Er worden wat contracten verlengd. Er komt af en toe een nieuwe speler bij. Ben jij dan nu ook veel mee bezig al om richting het volgende seizoen te kijken? Nu dit seizoen eigenlijk natuurlijk wel een beetje klaar is. In ieder geval, je kan niks meer winnen. Je kan niet heel veel meer verliezen. Nou, dat is een goede vraag die je stelt. Kom ik zo op terug.
eerste instantie, ook wel een verhaal, zeg maar, spelen met jonge jongens, maar het wel jongens die potentie hebben om betaald voetbal te komen. Dus zijn echt talentvolle jongens die elke dag trainen, in corona door hebben getraind. Complimenten, dat hoort ook bij de BVO. Ik zit zelf bij ADO, daar maak ik het ook mee. Gisteren die wedstrijd daar geleid. Dus wij leiden nu spelers op die onverwachts in één keer in het eerste elftal komen. Eigenlijk niet een onderbouwd plan hebben. Die in één keer door toch denk jeugdtrainers hier en door de hoofdopleidingen worden gebracht. Dirk van der Plas heeft daar een rol in gespeeld, moet ik zeggen. En daar komen heel veel jongens door. Dus dat overkomt ons nu in één keer. En dat moeten we analyseren waarom. Want het is wel iets wat we positief vinden. Dus wij geven spelers nu de kans die het ook daar werken, denk ik, kunnen gaan halen. Maar het is nog een lange weg. Want ze komen allemaal één voor één de kleedkamer. Ik zeg, en nou, iedereen had daar wel zijn verhaal bij. Dus ik denk dat je dat verschil moet maken. Hè. Als ze Quickboys 1 halen, dat is al een hele mooie stap. Want Lorenz van Kleef terugkomen hier, ook talentvolle jongen. Gaat nu naar Sparta. Dus wat dat betreft, talentontwikkeling. Ik denk dat we dat goed doen, persoonlijk. Voor het samenstellen van de selectie, ik denk dat je één denkfout maakt. Ik ben hier nu 3 jaar trainer. Eerste jaar had ik er niet zo heel veel invloed op. Maar die jaren daarna, met Hans van der Plas, Gert Pluimgraaf en ik en de scouting, zijn allemaal verantwoordelijk voor alle spelers die op dit moment bij deze club zitten. Dus ik denk dat je ons tekort doet. Dat omdat ik nu wat meer tijd zou hebben volgens jou, dat ik dan nu er meer mee bezighoud. Ik denk dat dat niet terecht is. Want dat doen we altijd. We steken er heel veel tijd in. En alleen moeten we wel leren. Dat moeten we wel onderkennen. Dat we het afgelopen jaar spelers hebben gehaald bij deze club. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Die op dit moment niet hebben gebracht wat we hadden gehoopt. Talentvolle jongens hebben ons gered. We hebben een serie neergezet van 20 wedstrijden. Waarin wij een prestatie hebben geleverd. Waar je eigenlijk zo moet doen. Die we niet hadden verwacht met jongens die dat hebben afgedwongen. Dus daarom spelen deze jongens ook. Krijgen ze ook deze kans van mij. En dan kan het wel eens winnen en verlies worden. Maar wij doen het al een hele tijd met z'n allen met een idee om deze club vooruit te helpen en volgend jaar een zo goed mogelijk selectie neer te zetten. Dus we doen het altijd samen. Ja, nou ja, maar daarom kan ik me voorstellen dat het seizoen nu richting het einde loopt. Dat je daar alweer wat meer mee bezig bent. Niet dat je dat andere jaren niet deed. Nee, het zou raar zijn als ik daar nu mee bezig ben. Want waar zitten we nu? In de competitie? Wedstrijd op 5 nog? Nou, wanneer begint de nieuwe competitie? Ja, juni, augustus. Ja, ik stel even tegenvraag, want dan moet je al een beetje klaar zijn. Ik denk dat we aardig op weg zijn. Want er komen daar nog namen worden gepresenteerd. We weten heel goed wie op dit moment voldoen aan onze eisen. We zijn ons aan versterken waar wij denken dat nodig is. En ik denk dat goed gaat komen. Alleen we zijn nog niet klaar, maar dat gaat wel lukken. Geert Aren, tot slot. Hoe is jullie programma nog de komende weken? Wat staat er nog te wachten? Ja, mooie wedstrijden. In de zin van Excelsior Maassluis is natuurlijk altijd samenwerking hebben we daarmee natuurlijk. Dus dat is altijd, ken je veel jongens. Maar ook Rijnsburg en Koninklijke HFC. En dat zijn ook teams, net als Quickboys, die gewoon in de bovenkant van de competitie spelen. En daar willen we ons graag mee meten. Ja. Dus het zijn mooie uitdagingen voor ons om te laten zien hoe ver zijn we nou eigenlijk. En na 5 wedstrijden, nog 5 wedstrijden, dan kunnen we helemaal de handtekening zetten onder een seizoen. Kunnen we allemaal de balans gaan opmaken. Ja. Precies. Succes nog in die komende wedstrijden. En Edwin, Ik heb nog wel één wens. Nou. We hebben 4 keer onze scheidsrecht gehad. Had er vandaag niet heel veel invloed op. Misschien die penalty. Maar als je naar de volgende keer komt, de scheids, dat we wel een keer winnen met hem. Ah, die staat genoteerd, Edwin. Ik hou hem vast. Ja. Dank je wel. Helemaal goed, dank jullie wel. Ik hou hem afzijdig, hè. Dank je. Succes.